2019 wordt een jaar vol hoogte en vol dieptepunten. Dus vandaag speel ik Higher or Lower. Een game vol hoogte en dieptepunten. Deze game is zo'n beetje op ieder YouTube-kanaal ooit al een keer gespeeld. En dit is mijn excuus om totaal niet origineel te zijn. Het is overigens wel een heel leuk spelletje. Het concept is heel simpel. Het idee van de game is: je moet goed kunnen inschatten hoe vaak mensen iets per maand opzoeken op Google. We hebben dus Kelloggs met 246.000 zoekresultaten. En aan de rechterkant de Big Bang Theory. Zo'n beetje een van de best lopende series ooit. Je zou het niet verwachten, maar die serie posteert. Super goed. Oftewel, waarschijnlijk wordt daar vaker naar gezocht op Google per maand dan naar Kellogg's. Sowieso, wie zoekt er nog steeds naar Kellogg's? Want wat weet je nog niet over Kellogg's? Oeh, volgende ronde meteen. The Big Bang Theory versus uh, Ben ik zwanger? Dat is moeilijk. Hoeveel mensen denken per maand ongeveer, ah oh, kut, ben ik zwanger, hoe kan ik het checken? Dat zou best wel veel kunnen zijn. De vraag is ook een beetje, is het alleen in het Engels? Hoe breed is de zoekterm? Geldt het voor alle talen of alleen Engels sprekende landen? Telt: ben ik zwanger mee onder Am I Pregnant? Ik zet hem toch op lower. Ah, kijk. Zoveel vrouwen twijfelen ook weer niet over hun zwangerschap. FC Barcelona, sowieso hoger dan zwangerschappen. <laughs> Dingen waar mannen om geven. Zwangere vrouwen, gaat wel. FC Barcelona, fuck je, yeah. Volleybal. <laughs> fuck die shit. <laughs> Dacht het niet. De Carpenters, oeh, um, Carpenters is de band, toch? Ik denk lager dan volleybal. Ik bedoel, iedereen die hiernaar luistert is ondertussen dood. Dus <laughs> Angry Birds, hoger. Pooh, echt in één keer gewoon een dikke 9 miljoen erop. Finding Nemo, het is best succesvol. Maar niet maandelijks nog 9 miljoen zoekresultaten succesvol neem ik aan. Nee, 246.000, tot nu toe, aan... Fire, Grand Theft Auto 5. Ik zat eigenlijk te twijfelen om dat op te nemen of dit. Dus ja, maar Google. Googlen mensen het echt nog vaak? Ik denk het wel. Die game verkoopt nog steeds denderend goed. Ik zet hem op higher. Kijk, er zijn anderhalf miljoen zoekresultaten. Chinees nieuwjaar. Oeh. Ik bedoel, ik google zelf niet ieder jaar naar nieuwjaar. Waarom zou je dit naar naar googlen? Het is een ding dat in iedereens leven belangrijk is. Maar Zuiden ieder jaar naar Googelen. Ja, misschien wil je even weten of het jaar van de geit is, of van de hamster, of van de hond. Ik zet hem toch op lower dan GTA 5. Kijk eens aan, wat? Boom! Oké, okay, next up: Old Trafford. Uh, het heeft blijkbaar iets te maken met Manchester United, maar wat de fuck is het? Ik ga zelf even Googelen naar Old Trafford. Hebben ze wel meteen een uh, puntje erbij? Oh, het is het stadion van Manchester United waarschijnlijk. Ja, 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 ja. Oké, okay, voetbalstadion versus Chinees nieuwjaar. Ja, hoe vaak Googel je een voetbalstadion? Ik zet hem op lower. Maar aan de andere kant, FC Barcelona had wel echt iets van 9 miljoen. Dus het wordt spannend. Ik denk dat je vaker de club googelt dan het stadion. Lower. Gaat lekker. Oké, okay, de Sean Shake Redemption blijft een hele relevante film. Hoppakee, flink stukje hoger. Een van de beste films aller tijden volgens veel mensen. Lemmings sowieso lager. Alhoewel je moet oppassen met alles wat ook met kinderen te maken zou kunnen hebben. Guinness in het algemeen hoger. Boom. Het is gewoon second nature. Ik ben Google. Intouchables. Mm. Finding Nemo zat ook al niet zo hoog. Intouchables is ook echt wel een hele klassieke film. Hij is niet heel oud, maar het is wel een hele goede film. Over een paar jaar kijken we die film nog steeds. Ik zet hem toch op lager, denk ik. Mm. Pak aan. Stel dat je Fransozen. Jeep. Ah, dat is wel heel breed. Hoppakee. Meep, meep, bij mijn Jeep. Ik knal hem er even bovenuit. BBC hoger: 16 miljoen. po pot dood. Dat is heel algemeen. Wat gebeurt er eigenlijk als je dood googelt? Gewoon in het algemeen. Oh ja, tuurlijk, er was een, ja, allemaal mensen overleden, yes. Dat vind je voornamelijk uh, als, als je dood googelt. Dood, uh, Wikipedia. Gewoon even, wat heeft Wikipedia te zeggen over de dood? We raken een beetje off-topic, maar... Oh, wat een leuke foto's allemaal. Dit is echt fantastisch. Wat een feest. <laughs> wat een feest. Ik denk toch meer voor BBC dan voor dood. Kijk eens aan. Ja, wie groeit er nou dood? Zoals ik al zei. Bungee jump. Ja, vast wel hoger. Bungee jump, waar te doen? Bungee jump, gevaarlijk? Vraagteken. Higher. Ah. 17. Ik ben alsnog al trots op mezelf. Dat is gewoon de score in top 10%. Share it on social en tag us in de post. Trap ik niet in. Play again. Hoppakee. Kom maar door. Kamasutra. goede foto. Of Abba. <laughs> Ruimt Abba op Sutra. Even kijken. Ik zet Abba op Hoger, vooral de afgelopen maand natuurlijk. Ai, 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 ai. Deze vraag blijkt mijn persoonlijke Waterloo te zijn. <laughs> Jezus Christus of Larissa Latinina? Ik weet niet wie dat is. Dus ik, 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 Jezus ken ik wel. Een redelijk bekende gozer. Hij heeft een paar boeken geschreven. Of nou ja, als je echt heel cool bent, worden de boeken over jou geschreven. Hip-hop. Dit is meneer Hip-hop. Wie kent hem niet? De uitvinder van hip-hop. Dat is wel hoger dan 2000. Star Trek. Oeh. Star Trek is best wel een dingetje. Maar is het nog iedere maand zo'n dingetje? Dat zag je met Intouchables. Ja, en Nemo is een echt losse film. Star Trek is wel echt een serie. En hoop meuk eromheen. Star Trek versus hip-hop. De ultieme nerds versus andere nerds. Uh, ik zet Star Trek toch op lower, dan, denk ik. Je zou zeggen dat de echte Star Trek-liefhebbers alles al weten. Nee, dat is weer gewoon een kutscore. Top. Play again, alsjeblieft. Nieuws. Tom en Jerry. Nieuws zegt de hoogste die ik ooit heb gezien tot nu toe. Tom en Jerry is denk ik, wel lager, ja. Alsnog verrassend hoog. Wie de fuck kijkt er nog? Tom en Jerry. Monopoly. Hoger. Ah, zure pil. Zure pil. Een score van 1. The American Life. Missing Persons. Ik denk missing persons wel hoger, maar wanneer ga je bewust zoeken naar vermiste personen? Fuck it, doe hem hoger. Ah, ja zo gaan we die mensen nooit vinden, joh. Skip me op. Next. Kitty uh, gonna bezen. Whiplash. Whiplash is het dan het nummer? Van, uh, nee, het is de film. Maar niet uit. Er is ook, er is ook een nummer genaamd, Whiplash. Die bedoelen ze niet. James Foley, ik denk dat hij iemand is die ons hoofd is. Dat was vast ooit heel relevant, maar nu niet meer. Uh, ja, je kan niet altijd uh, het hoofdonderwerp zijn natuurlijk. Tian Square. Higher vanwege toerisme en shit. Maar we hebben niet heel veel toerisme blijkbaar. Poedel. Uh, hoger. Wie houdt er nou niet van poedels met brilletjes op? Een mass surveillance lager. Er zijn maar niet genoeg mensen zijn woke genoeg over hoe de overheid ons bespioneert. Strictly Calm Dancing. Ik heb echt geen idee wat dit is. Een tv-programma blijkbaar. Maar mass surveillance is zo laag dat Strictly Calm Dancing er vast bovenuit steekt. Pooh, ik heb geen idee wat dat is. 12 Monkeys. Het zegt me echt niks. Doe maar gewoon lower dan denk Kijk eens aan. Daarom zegt het me niks. Het is helemaal geen ding, joh. Badminton! Wie googelt er ooit badminton? Niemand. Top. Ik zet hem toch op hoger dan 33.000. Phew. Lekker miljoentje hoor. Lekker miljoentje. Asher. 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 Vast, vast wel hoog. Nope. Badminton is relevanter dan Usher. Jammer voor je Usher. Leuk geprobeerd. Koffiebonen of Albert Einstein. Ja. Mm, ja. Mm. Weet je, ik ga gewoon voor Albert Einstein hoger. En als het lager is, ben ik erg teleurgesteld in jullie koffieverslaving. Lekker, Einstein. Get gegoogeld. Robert Wadlow. Hé, hey, dat is de langste man ter wereld, man. Ik heb hem gezien in het Guinness Museum, maar toch wel lager. Weet je, lange mannen krijgen niet genoeg respect in deze samenleving. Anders waren wij Nederlanders wel zeer gerespecteerd. Epilepsie is wel iets belangrijks. P please google dat af en toe eventjes. Vooral als je het hebt of mensen kennen die het hebben. Ralph Lauren. Is dat niet iets met fashion mode? Ja, dat suggereert het plaatje wel. Het zal wel hoog zijn of zo. Top. Bill Russell, deze man ziet eruit alsof hij heel lang geleden heel goed was, maar vandaag de dag boeit dus het geen flikker meer, dus zeer zeker lower. Hartstikke mooi, pak maar lekker door. Human trafficking. Dit lijkt me wel zo'n onderwerp waar iedereen een keer een werkstuk over moet schrijven als ze niks te doen hebben voor of zo. dus vast wel af en toe mensen die dit googelen. Uh, maar ja, vermiste personen werd ook echt bijna niet gegoogeld. Maar human trafficking is wel interessanter om te googlen, natuurlijk. Ja, sowieso. Het skillt niet veel, maar hij staat hoger. Santander. Uh, het zal waarschijnlijk wel een grote supermarkt of action achter. Weet Ik niet wat voor keten het is. We kunnen gewoon even googlen. Daar is Google wel voor: santander.nl. Het is zelfs Nederlands. Oh, dat er echt. Dat is een hele stomme organisatie. Hoeveel wilt u lenen? Nou, doe maar 50.000. Breken nu mogelijkheden. Deze video wordt niet mee mogelijk gemaakt door Centender. Maar ik krijg wel 50.000 van ze. Boom, boom, boom. Um, is dit internationaal? Vast wel. Gewoon internationaal geld lenen. Je hebt ook een Centender Spanje, zie ik hier. <laughs> maar dat is voor mijn stad. Misschien bedoelen ze die. Ja, misschien dat, dat telt wel mee voor de Google-zoekresultaten. Als hij zo'n stad. Ja, hij zit hoger. Iedereen wil geld lenen. 20 miljoen! Stop met geld lenen. Geld lenen kost geld. Malaria lager. Uh, wel rot om te hebben, maar. <laughs> dat er meer mensen zijn met malaria dan Google-resultaten naar malaria. Maar in de meeste landen waar malaria een ding is, uh, hebben ze vrij weinig Google. Dus ja, vooruit dan maar. James Brown. Ik denk lager dan malaria. Niet veel, uh, maar toch. Beagle hoger. De poedel deed het ook best goed. Voor mij staat Beagle ook weer hoger dan de poedel. En terecht. eBay hoger. Dit is zo'n ding dat mensen googelen, Omdat ze te lui zijn om naar ebay.com te gaan. Je weet niet zeker of het naar .org of .nl is. Dan google je het maar gewoon. Dat doe ik ook met zat websites. Ik ga dan een lui de website in te tikken. Dan flikker je maar in Google en klik je op de bovenste. Boris Becker lager. Sorry Boris. Ik kan er ook niks aan doen. Maar ebay he. Marie Curie. Uh, ja, Einstein stond best wel hoog. Marie Curie is wel een stukje lager. Maar hey, als je een vrouw moet noemen die veel betekent heeft voor de wetenschap, komt Curie toch wel vaak omhoog. Dus het zal wel hoog zijn. Ja, toch. Beter dan Boris Becker in ieder geval. Nestlé, die hebben we net al gehad. Hij was hoog, maar echt een beetje in deze hoek. Het kan soms gebeuren dat ze geloof ik, gelijk zijn. Dat ze precies gelijk zijn. Hé, hey, hé, hey, ik had het gewoon onthouden, hè? Ik had het gewoon onthouden. Dan kun je bij de fout niet ingaan. Mechanic, dat is wel echt heel breed. Van, oh, ik heb even een monteur nodig, dat je googelt. Monteur, punt. <laughs> Dat is het enige wat ik zoek, hoger. Ah, fuck! Toch alweer een, een lekkere score van 14. Laten we nog even één potje doen. Winner takes all. We gaan sowieso niet de 17 verslaan, maar hey, we proberen het. One Direction versus de Pauws. Kijk, dit zijn de belangrijke vragen. Wie van de twee? Um, One Direction. Ik denk toch wel de pauze hoger. Mijn One Direction is al een beetje voorbij. Ik zie Harry Styles met dat lekkere mondje. Het is voorbij, Harry. Het is voorbij. Damn, dat zijn weinig resultaten voor de pauze. Top gifje erbij wel. Waar je, bij de startlijn meteen op je bek gaat. Ja, zo voelt het ook, ja. Allemaal zeer hartelijk bedankt voor het kijken van deze video. Ik kan het nog veel langer maken. Maar het derde punt, het soort van duidelijk, is: we doen er nog eentje. Voordat je me beschuldigt van video's 10 minuten lang maken. Fidget Spinners, sowieso zo dan. Marks Spencer lager. Gaan ah, even die Speedrun doen hoor. Speedrun, die shit. Yoko Ono. Nee joh. Yoko Ono zit er zo. Je zijn niet boven de 4 miljoen. Tightrope Walking. Nee, de Yoko Ono is wel weer interessanter dan Tightrope Walking. The Grand Budapest Hotel. Dat is een film die ik van een vriendin van mij echt moet kijken. Maar ik vertik het al een paar jaar te doen. Hoger. Het schijnt een klassieker te zijn. Schijnt. Maltese. Honden doen het best goed. Beter dan de poedel. Oeh, en de beagle. Damn, Ted. Vast wel hoog. Wie is Ted? Niemand weet het. Van de talk. Dankjewel, enthousiast paard. Fuck jou. Ja, even kijken, ik zie nu ook al uh, een score van 9 ne of hoger bij de top 10 te zitten. Dus die 17 was echt wel heel erg lid. Ik zal eventjes een linkje in de beschrijving zetten. Kan je proberen? Mijn 17. Te verbeteren. Voor mij zijn er maar iets van 500 dingen waar je het kan kiezen. Dus op een gegeven moment, als je gewoon alles onthouden hebt, kan je gewoon een eindig hoge score halen. Misschien staat in de code van de website gewoon al welk antwoord goed en fout is. Er was iemand die had op een Serpent Gameplay quiz, die ook zoiets was, een score van 300. Zo van, never nooit dat je zo goed mijn kanaal kent. Maar wel goed vals gespeeld. In ieder geval, daar kijken. Tot op een aflevering. Pas even een duimpje. 2019, een prachtig jaar. Misschien vol met video's. We zullen het zien. Ja kijken. Hoi! Hey!